Veel vrouwen voelen zich prima als ze zwanger zijn. Maar ook best veel vrouwen zijn bijvoorbeeld misselijk aan het begin van de zwangerschap. Je kunt de hele dag misselijk zijn, of alleen in de ochtend, middag of avond. Dit verschilt per vrouw, per zwangerschap en kan in de tijd ook veranderen. Als je pech hebt, ben je niet alleen misselijk, maar moet je ook overgeven. Tegen misselijkheid kan het helpen als je regelmatig kleine porties eet en drinkt. Niet te veel, maar wel vaak dus. Je merkt zelf snel genoeg van welk eten je misselijk wordt en waar je goed tegen kan. Begin 's ochtends als je wakker wordt meteen met bijvoorbeeld een stukje fruit, een halve boterham of een halve beschuit en een kopje thee. Sommige zwangere vrouwen merken dat ze minder misselijk worden als ze gember nemen. Eet bijvoorbeeld gemberkoek of drink thee met stukjes gember erin. Tijdens de zwangerschap werken de darmen wat trager. Daardoor poep je minder vaak en is het ook harder. Eet daarom vezelrijk. Er zitten veel vezels in bijvoorbeeld volkoren brood, havermout, bonen, kikkererwten, groenten en fruit. Je kunt ook zemelen door je eten doen. Zorg wel dat je ongeveer 2 liter per dag drinkt. En beweeg genoeg. Dat is ook belangrijk voor zachte poep. Tijdens de zwangerschap kan je lichaam meer vocht vasthouden. Soms krijg je daardoor dikke voeten en enkels. Dit kan erger worden als het warm is of als je weinig beweegt. Zorg daarom dat je genoeg beweegt. Leg je benen hoog als je zit of ligt en blijf genoeg drinken. Als je baby groter wordt, kan de baarmoeder tegen je maag drukken. Dan kun je last krijgen van maagzuur in je mond en van boeren. Het helpt dan om goed rechtop te zitten als je eet. Je maag heeft dan meer ruimte. Eet en kauw goed, neem de tijd. Rust voor en na de maaltijd even uit voordat je opstaat. Eet liever 6 keer per dag een kleine maaltijd dan 3 keer per dag een bord vol. Let op met cafeïne, vet, kauwgom en vruchtensappen. Deze kunnen de maag nog meer irriteren en meer maagzuur geven. Helpen deze adviezen niet tegen je klachten? Bespreek dan met je huisarts of je medicijnen kunt krijgen tegen de misselijkheid of tegen het maagzuur.